Als je groot wilt denken, ja, dan horen er ook grotere beslissingen bij. Ik zocht een koper die daarin geloofde. 100% aandelen verkocht. Ik vond het altijd belangrijk om te doen wat ik leuk vond. Ik denk niet dat ik achter de geraniums kan gaan zitten. Nee. Dat geloof ik niet. Van harte welkom bij 7D TV. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video in de serie Dream Exit die ik maak met No Monkey Business. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers die hun bedrijf verkochten. Welkom bij 7D TV. Je hebt bij mij te gast Christian van Geels. Christian, van harte welkom. Yes. Gefeliciteerd om te beginnen. Dank je. Want de deal is nog maar recentelijk geclosed, toch? Nog maar 21 oktober, dus echt hartstikke... Hartstikke vers, ja. Voordat we gaan praten over jouw bedrijf, wat je doet en hoe het allemaal is gelopen. Laten we bij het begin beginnen. Ik keek je cv even na en toen zag ik, want je zit een beetje, je zit in de IT, mag ik rust zeggen, in de techhoek. Ja. Maar toen zag ik jouw opleiding was aan de Sint-Joost in Breda. Dat is toch een creatieve opleiding, creatief. Ja, kunstacademie. Kunstacademie. Wat waren je ambities in die tijd? Ja, kunstenaar toch wel worden. Ja? En alleen ik wil ook wel geld verdienen. En kunstenaar en geld verdienen, dat zag ik nog niet helemaal zitten. Dus ik ben uiteindelijk de grafische kant gaan doen. En ik heb ook de grafische school in Eindhoven gedaan. En ik ben eigenlijk meteen mijn eigen reclamebureau gestart. Ah, kijk eens dus aan. Ik heb wel mijn creativiteit altijd gebruikt. Ook wel jammer dat ik het niet altijd helemaal creatief kon doen. Hè, grafisch is toch iets... Dus het is toegepast dingen, en voor klanten. Toegepast, en, klanten, dat soort dingen. Maar het heeft me altijd wel helpen vrij denken. Ja. Ook zelfs in software. Want dat is eigenlijk van waarom ik de link ook wel zie in het bouwen van software. Het is creatief denken. Ja. Het gaat mij niet zozeer over die ene en nullen van hoe dat precies werkt. Maar over het creatieve proces. En dat heb ik eigenlijk altijd in mijn leven gedaan. Ook in mijn reclametijd. Dus veel huisstijlen gemaakt en verpakkingen en allemaal dat soort zaken gedaan. Maar ik ben ook een beetje een luie werktekenaar. Moest natuurlijk altijd... veel ondernemers zijn lui, hè? Dat is een goede eigenschap. Ja, we moesten natuurlijk... ik heb heel veel gidsen ook gemaakt en kranten en periodieken. Ja. Allemaal deadlines. Ja. Iets wat wel een heel groot verschil is overigens met software. Deadlines en software, dat gaat niet altijd samen. Maar deadlines en advertenties. Ja, je kunt niet zeggen van, dan doe ik die advertentie maar volgende week in de krant of zo zetten. Dus ik heb heel snel geprobeerd om de werktekeningen die ik moest opleveren eigenlijk te gaan automatiseren. Hm. Apple kwam toen op, desktop publishing kwam op. Dus dat ben ik eigenlijk heel snel gaan omarmen. Ja. Om te zorgen dat je die technieken van deadlines eigenlijk kon verkorten. Ja, ja, ja. En dat zo op die manier heb ik eigenlijk het gat tussen creativiteit en techniek eigenlijk wel gevonden. Gemaakt. Ja. En vanaf van jongs af aan het ondernemen? Meteen. Ja, nooit in dienst geweest. Ja, heel even. Anderhalve maand. Anderhalve maand. Toen was je. Zei ik, en de aardbeien plukken in Breda. Ja. Dat soort werk. Ja. Ja. Als we eens kijken naar je bedrijf wat je nu verkocht hebt, leuke naam overigens, de Cubic Eyes. Ja. Wat hoe is het begonnen dat bedrijf? Nou, ik ben dus eigenlijk begonnen dus vanuit die onderneming van mijn reclamebureau, waarin we dus periodieken maakten. Ja. En ook op dat moment kwam eigenlijk het internet ook op. En eigenlijk zat er dus een beetje een dubbel in van je moest een brochure nog maken en ook een website. Ja. Dubbele invoer. Nou, dat is iets wat ik zei van ja, dat kan niet. Dus wat ik heb geprobeerd is dus met software één applicatie te maken waarin ik zowel offline kon publiceren als online kon publiceren. CMS af alle letteren. Ja. Okay. Zo ben ik eigenlijk echt begonnen om dat voor elkaar te krijgen. En ja, toen vond ik uiteindelijk het internet en alles wat daarmee kon interessanter. Mm-hmm. En offline ging ook natuurlijk aflopende zaken drukken. Hey, en was jij zelf ook de techie die kon... Kon jij code? Kon jij programmeren? Ik kan programmeren, ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt zo'n beetje 20 jaar gewerkt aan je bedrijf, hè? Cubic Eyes 20, ik las 2002, toch? Zo'n 2002. Beetje gestart. Ja. Hoe is dat bedrijf geëvolueerd even tot aan het moment waarvan je dacht van... Hey, nu moet ik het misschien eens van de hand doen of komt ver. Wanneer kwam dat in beeld, dat verkopen van je bedrijf? Dat kwam eigenlijk in beeld op het moment van dat ik echt... wat ik noemde van bedrijf naar onderneming eigenlijk wilde. Of van, heel, nog zwakker gezegd, van zolderkamer naar bedrijf. Ja. Er is zo'n moment dat je zegt van, nou, nu wil ik echt gaan schalen. En ik ben altijd zelf ondernemer geweest, alles zelf gefinancierd, al dat soort dingen gedaan. Ja. Maar op het moment van dat je het echt groter wil aanpakken. Nou, en dat was het hele idee achter de huidige applicatie die ik heb gebouwd. Mm-hmm. Dat moest schaalbaar zijn, SaaS-oplossing. Ja. En geen maatwerk meer, en geen niet klein denken. Nou, als je groot wilt denken, ja, dan horen er ook grotere beslissingen bij. Ja, precies. En wat doet de software? Het huidige bedrijf maakt eigenlijk software voor de vastgoed.
Mijn klanten zijn makelaars, pensioenfonds, iedereen die eigenlijk stenen bezit. Ja. En die stenen wil verkopen of verhuren. En dat kunnen ze, kan eigen bezit zijn, maar het kan ook zijn dat ze jouw huis, makelaar bezit niet jouw huis, maar gaat het wel voor jou verkopen. Okay. En daar gebruiken ze mijn software voor. Voor om wat te doen? Om uiteindelijk het te publiceren op bijvoorbeeld Funda of op een eigen projectwebsite. Dus om, en hoe heet het? Bricker wordt de nieuwe naam van de applicatie. En dan zijn we dus in 2019 heb ik de beslissing genomen om de huidige applicatie, die dus al 20 jaar oud is, om van scratch af aan opnieuw te bouwen. Oké, want die was niet SaaS. Het was wel SaaS. Maar er zat legacy in en de hele bakkelende. Ja. Oké. Je was redelijk compact, even om het bedrijf te schetsen voordat we zo meteen het verkooptraject ingaan. Een redelijk compact bedrijf, hè? Dat kan ook met een techbedrijf. Want je hebt niet. Want hoeveel mensen had je ongeveer? We hadden 14 man uiteindelijk. Okay. Op het hoogtepunt hadden 14 man in dienst. En vrouw overigens ook. En daar konden we dus heel goed mee schalen. En, precies. En wat was het businessmodel? Was dat het abonnement op de software? Ja, gedeeltelijk wel. Okay. Het grootste deel was abonnement. En wij was dus al een soort SaaS-model. Maar we hebben ook nog altijd wel losse opdrachten. Een website was over het algemeen een losse opdracht. Ja, 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 ja. En toen jij in, wat was het, 2018 of zo, zoiets had, hè? Van oké, next step, next level. Next move. Wat is toen het eerste wat je gedaan hebt? Eigenlijk toen gezocht naar iemand waarmee ik kon sparren. Mm. Mijn vrouw is betrokken altijd in het bedrijf geweest, ook samen de kunstacademie gedaan. Mm. Maar ik moest wel iemand ook hebben waarmee ik kon sparren. Zo van, hoe ga ik dat nou aanpakken? Ook om een vier ogen principe eigenlijk te hebben en iemand ook vers. En toen ben ik eigenlijk tegen No Bonky Business aangelopen, tegen Martijn. En die heeft me gezegd van, richting gegeven en gezegd van, zo is het interessant. En als eerste wat we hebben gedaan hebben, is eigenlijk de legacy die we niet alleen in de software hadden, maar eigenlijk ook in ons imago, logo, gezegd van, wil het nu rebranden. Daar is de naam Bricker toen uit ontstaan. En, dat is het eerste wat we gedaan hebben. Want jij bent dus in 2018, toen je zo aan het nadenken was, niet alleen gedacht van, ik wil mijn bedrijf een soort van 2.0 versie creëren, het helemaal SaaS maken. Maar parallel daaraan wil ik het dan ook verkopen. Ja, ik noemde het altijd verkoop klaarmaken. Dat is wat je wilde. Ja, je moet het toch wel, dat gaat niet over één nacht ijs. Je kunt niet zeggen van, ik ga morgen mijn bedrijf kopen. Zo werkt het gewoon niet. Mm-hmm. Dus wij noemden het echt verkoop klaarmaken. Met alle legacy eruit halen. Ook de branding goed neerzetten. Okay. Zodat degene die het zou gaan overnemen ook iets goeds kon komen. En kon knallen. En maar wat was je motivatie? Was dat dan ambitie en world dominance met je software? Of zat er ook een persoonlijke drijfje achter? Nee, eigenlijk dat world dominance. Want het eerste wat we hebben gedaan is een state of mission schrijven, zeg maar. Ja. En dat was the first all-in-one real estate of the world. Oké. Okay. Dus dat was ook al een ambitie. En Bricker is dus gewoon brick met een R erachter? Ja, brick met een C. Oh, met een C? Ja, de K hebben we maar weggelaten. Oké, dus brick en dan nog een R. Ja. Bricker. Bricker. Ja, dat is wel hip. En domeinnaam nog vrij waarschijnlijk? Domeinnaam, okay. Dat was natuurlijk, als je dat gaat zoeken, is het tegenwoordig best lastig allemaal. Ja, als je zeker domeinnaam creatief. Ja. Goed, daar ben ik creatief genoeg voor. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik word op eerste kerstdag 58. 58. Dat is ook zo'n leeftijd dat sommige ondernemers die gaan richting verkoop gaan denken van, ik vind het wel goed, ik ben 20 jaar heel druk geweest. Maar dat heb jij nog niet. Nee, ik denk niet dat ik achter de geraniums kan gaan zien. Nee. Dat geloof ik niet. Ik vind het wel lekker nu ik de verkoop heb gedaan, van dat ik denk van, er is wel iets even veranderd. Mm-hmm. Maar ik zit nog vol energie en ik heb ook gezegd van, we gaan gewoon ook verder nu. Okay. Maar het is wel met een iets andere gedachte, zeg maar, van hoe je je leven verder kan doen. En je wordt natuurlijk wel wat ouder, maar naar pensioen en naar dat soort dingen. Je wil echt nog door. Ja, ik denk niet dat ik kan stoppen. Toen je dat proces inging met Martijn van No Monkey Business, kun je dat proces schetsen hoe je daarmee, nu lach je erom, maar dat was niet alleen maar lachen volgens mij, maar hoe is dat gegaan? Jawel, het is eigenlijk een heel leuk proces geweest. Okay. Het is zeker geen vervelend proces geweest. Nee. Het is een intensief proces en waar je zelf gewoon heel goed met de neus op de feiten wordt gedrukt. Ja. En wat we gedaan hebben is eigenlijk een heel klein vertrouwelijk team en dat was eigenlijk bij mij heel makkelijk. Dat was mijn vrouw, omdat hij ook bij alles is betrokken, altijd op de achtergrond. Ja. En dat was mijn zoon. Rens heeft ook altijd vanaf jongs af aan al eigenlijk mijn bedrijf gezeten. Het is een compact familiebedrijf. Ja, heel compact familiebedrijf. Mm. En eigenlijk zijn we dus met z'n drieën sessies gaan doen met hem om gewoon ook dat uit te tekenen. Wie ben je nou eigenlijk?
Nou, wat wil je nou eigenlijk nog? Ja. Wil je inderdaad met je 58ste onafhankelijk zijn en kunnen stoppen? Dus al die scenario's komen dan eigenlijk vanzelf voorbij. Ja. En daar kneed je eigenlijk dan een beetje je toekomst met elkaar van. Alleen, jij moet natuurlijk zelf beslissen van welke kant ga ik op? Ga ik links op of ga ik rechts op? Hoe heftig was dat hele re-engineer traject? Is dat qua manuren of qua, is het een groot project? Ja, dat is een heel groot project geweest. En zeker ook omdat we dus... het team werd steeds kleiner. En dat is ook een bewust iets wat ik met Martijn heb gedaan. Een aantal mensen voldeden gewoon niet aan die ambities. Ja. Techneuten zijn toch wel een beetje een en nullen. Ja. En we vinden het toch wel lastig dat de tech stack die we hadden en de kant die we ingingen, dat matchte niet bij iedereen. Nee, het is religie bijna. Bij een aantal wel. En dat zijn dus van die prettige dingen die we dus, die Martijn dus al voorspelde. Zei, Chris, dit gaat gebeuren. Ja. En gaan gewoon, als je dit gaat doen, gaan er een aantal mensen goed kwiks of kwaads kwiks gaan ze afvallen. Ja. Ja. Gelukkig allemaal bij iedereen goed gegaan. Okay. Heeft wel af en toe wel wat geknetterd. Maar uiteindelijk wel met iedereen daar op een goede manier afscheid van kunnen nemen. Maar wel moeten doen. Ja, maar het betekent dus ook dat je eigenlijk een behoorlijk stuk kosten gaat maken voor de baten die je nog niet kent. Ik lees en mensen de organisatie uit, maar ook de hele ontwikkeling van die nieuwe software. Dat moet begroot worden. Dat zijn uren waar je geen klantenwerk kan doen. Hoe eng was dat? Dat was best spannend. Ja. Maar daar heb ik voor gekozen. Dus wij zagen ook van dat de omzet daardoor niet kon groeien, want we konden geen focus leggen op zowel het bouwen als acquisitie doen. Je komt ook in een spagaat terecht van, ga je nog nieuwe klanten op iMove doen? Ja. Of ga je wachten op dingen? En op een gegeven moment, toen we het ook naar buiten natuurlijk brachten, dat er een opvolger kwam van iMove, Bricker. Ja. Ook de klanten gaan dan op de rem. Ja. Zo van, oké. Kunnen we niet morgen live dan met Bricker? Ja. Of wanneer komt Bricker? Want hoeveel klanten hebben we het over? Wij hebben een 200-tal klanten. Okay. Ja. En ik kan me ook voorstellen, als je naar potentiële kopers gaat, die gaan ook naar die omzetcijfers kijken en zeggen, nou gast, ik zie geen echte mooie curve omhoog. Exact, maar dat was dus ook het verhaal wat we voor onszelf hadden. Dat is wel onze eigen strategie. Ja, ja. We maken een hockeystick voor onszelf. Op eigen kracht moeten wij dat kunnen gaan realiseren hoe wij het willen. Ja. En ik zocht een koper die daarin geloofde. Ja. Een investeerder die zegt van, dit is een goed verhaal. En alleen, wij zaten natuurlijk in het dilemma van, ben je nou een start-up of ben je een scale-up? Ja, ja. Nou, en daar kijkt iedereen natuurlijk iets anders tegenaan. Ja, en je was dus wel op zoek naar echt een strategische partij. Ja, we hebben naar meerdere dingen gekeken. Hoor. Van, we hebben in eerste instantie gekeken van, is er iemand die gewoon geld wil investeren? Dat is het meest makkelijke. Dan kon ik gewoon mijn ding blijven doen, steken geld in en geloof erin. Maar aan de andere kant, als je dus ook de ambities die wij hadden om ook naar het buitenland te gaan. Ik ben nooit naar het buitenland gehad. Hè. We hebben echt in Nederland Nederlandse klanten. Ja, weet je, dan komt er gewoon een heel andere level zeg maar bij van dingen die ik niet kende. Ja. En dan is het wel handig als je dan een strategische partner erbij kunt krijgen die gewoon ook daar wel ervaring dat mee heeft. Dat je onderdeel wordt van een grotere platformachtig of groepachtig. Exact. En wanneer was de eerste contact met want hoeveel potentiële kopers hebben de revue gepasseerd? Ik denk dat we er wel een stuk of 10 in ieder geval benoemd hebben, waar we echt wel intensief contact hebben gehad. Maar we hebben er maar met een stuk of 3 echt wat diepgaandere gesprekken gehad. Okay. Omdat het dan al toch al in een vroeg stadium dan soms bekend wordt van, dit gaat het op dit moment niet worden. En dat was bij ons vooral van dat dus de applicatie nog niet afgebouwd was. En dan zijn een aantal investeerders meteen huiverig van, maar het moet wel zich eerst gaan bewijzen. Ja. Ja, ik zeg, als dat het is, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Dan heb ik je niet nodig. Ja. Want de eerste partij die het uiteindelijk is geworden, dat is een soort tweetrapsraket, toch? Want die zijn eerst langsgekomen. Hoe heet het ook alweer? Is dat OSRE? Of hoe spreek je dat uit? Ja, het is OSRE. Ja? Alleen, zij zijn zelf ook uiteindelijk overgenomen door de partij die mij weer heeft overgenomen. Door Arion. Ja. Oké, maar je had eerst met OSRE al gesprekken gevoerd. Ja, in 2019. Zij zijn een conculega. Aha. In de vastgoed. Okay. Wij doen iets uitgebreider. We zijn op een bepaald stukje van de markt zijn zij mijn concurrent. En daar zagen we dus ook al in 2019 al mogelijkheden in. Zo van, wij moeten gewoon gaan samenwerken. Yeah. Want Nederland is klein. Het aantal klanten is niet zo groot. Van, laten we. En ik kende hun eigenlijk al voor 2019. Ken ik ze ook al, omdat je ze natuurlijk gewoon overal tegenkom. Ja. We hebben eigenlijk altijd heel goed contact gehad. En gezegd van, waarom gaan we eigenlijk niet samenwerken? Maar waarom klapte het de eerste keer dan? Of tenminste, waarom ging het de eerste keer niet door? Nou, de eerste keer ging het eigenlijk niet door, omdat we qua wat wij deden,
Wij bedienen heel breed de markt. Wij kunnen alles. Het maakt ons niet uit welke stenen of het koop, huur, agrarisch onroerend goed. We weten ook alles van palingkwekerijen en commercieel vastgoed. En zij waren echt alleen maar bezig met verhuur. En dan is het in je hoofd alsof het anders is voor hun. En dus wij lagen eigenlijk op een of andere manier te ver uit elkaar. Terwijl ik dat helemaal niet zo ervaarde. Want wij hebben in onze applicatie, ja, of ik nou diezelfde stenen moet verkopen of verhuren, in onze techniek. En daar zag je toch in van dat zij soms dachten van, ja, maar dan moeten we toch, die software die hebben wij niet, want wij doen alleen maar verhuur. Nou ja. En dat liep toen nog niet helemaal. En toen zijn die gesprekken echt afgebroken? Ze hebben gewoon afgebroken en gezegd van, nou, we houden gewoon contact. Oké, en hoeveel tijd heeft er tussen gezeten dat ze weer om de hoek kwamen zeilen van, hey, we moeten maar weer eens om de tafel? Ja, eigenlijk begin dit jaar. Oké. Eigenlijk, nou, zelfs in mei pas weer. Toen kwamen we via een gezamenlijke klant. Want dat speelde vaker in de markt, dat we een gezamenlijke klant hadden. Zij deden voor dezelfde klant een stukje en wij deden voor diezelfde klant een stukje. Dat klinkt wel als een natuurlijke fit. Hè? Ja, ja, klanten vroegen dat ook al heel vaak. Zo van, ja, waarom gaan jullie niet samenwerken? Ja, dat veel makkelijker zijn. Ja, en zo was er eigenlijk dan in mei weer eenzelfde soort moment. Zo van, ja, laten we nu toch nog maar eens een keer gaan praten. En toen waren zij inmiddels overgenomen door Arion. Arion, ja. Dan ga je op een gegeven moment wordt serieus en dan worden ze echt geïnteresseerd. En dan moet je dus je met je billen bloot, volgens mij. Want dan gaan ze alles bekijken. Hoe is dat? Ja, ook niet zo erg, want ik heb niks te verbergen. Nee, maar due diligence is natuurlijk wel super uitgebreid en je moet alles laten zien. Was je wat dat betreft goed voorbereid? Ja, dat is dus het leuke van als je dus inderdaad iemand hebt die dat al vaker heeft gedaan. Ja. Chris, je moet wel alvast je dataroom gaan klaarzetten. Ja. Ga alvast maar je documenten verzamelen. En ga ze alvast maar allemaal daarin zetten. Dus wij waren heel erg voorbereid. Dus op het moment dat we die gesprekken begonnen en het dus ook diep, stond alles al klaar. Dus dat was heel zo van, oké, wij zijn er klaar voor. En je dataroom had je al ingericht. Dat is natuurlijk super stoer als zij daarover gaan vragen. Je hebt het allemaal al ingericht. Tuurlijk. Dus die vinden het ook fijn dat er zo iemand als Martijn aan tafel zat. Nou ja, je moet, kijk, als je iemand anders hebt aan wie je het verkoopt, waarin het gelijkwaardig is, zeg van wie je bent en hoe dat je gedaan hebt, dan kan dat. Ja. Maar dit was een groot club, hè? Groot club. Ja. Ja, en dan is de verhouding van, ja, die doen niks anders als van, ja, als je dan geen dataroom hebt, als je niet weet wat het doet, Genesis en zo is. Ja, want die hebben gewoon maar hebben ze ook echt een buy and build strategie om groot te worden in jullie domein? Ja. Oké. Dus toen is het uiteindelijk best wel snel gegaan. Uiteindelijk, als je zegt dan in mei zijn ze weer... Mei zijn we gestart en uiteindelijk in oktober geclosed. Ja. En die gesprekken worden natuurlijk naarmate je verder gaat steeds intensiever. Ja. En de laatste maand, ja, dan wordt eigenlijk alles tot in de puntjes zeg maar gedaan. Tot elke letters in elk contract. Ja. Dus dat kost eigenlijk het meeste tijd nog. Wat zijn de belangrijkste lessen? Stel dat ondernemers nu kijken en daar misschien mee bezig zijn van, joh, ik zit ook te denken om misschien mijn bedrijf ooit te gaan verkopen. Wat zijn de dingen waar je ze voor wil behoeden? Of wat zijn de belangrijke dingen waar je op moet letten? Nou ja, je moet inderdaad je cijfers heel goed kennen zelf. Dus je moet heel goed snappen van hoe je eigen cijfers in elkaar zetten. Hoe dat werkt, van hoe dat zo'n onderhandeling gaat. Daar je goed in voorbereiden en zorgen dat je alles wat met de verkoop van je bedrijf te maken hebt, dat moet je echt gewoon goed voorbereiden. En dat is ook waarom het in mijn geval dus goed was dat het al in 2019 eigenlijk al begon. Ja, ja. Dus dat als het pas in mei nu was begonnen, Dan was de leercurve wel heel stijl geweest. Ja, ja, ja. 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 Hey, en wat was de uiteindelijke dealstructuur geworden? Hoe zag de uiteindelijke deal eruit? Heb je het allemaal verkocht, alles gecashed? Ja, of hoe? Ja, ik heb echt gezegd van 100% aandelen verkocht. Ja. Ik zeg, want als we dat niet doen, dan blijft het alsof het nog een beetje voor mij is. En dat ik dan toch nog iets wat te zeggen heb gezegd van, dat gaat niet werken. Want dan kan ik het beter zelf blijven doen. Maar heb je ook 100% gecashed of heb je nog een earn-out? Nee, of? Ik heb nog een earn-out. Okay. Dus dat is meestal ook bij die verkopers. Hè, daar hoor je wel wisselende geluiden over. Nou, ja, ik heb wel gezegd van, ik moet wel een goede start hebben van bij de start. Want anders, als ik te veel risico zelf moet lopen, ja, dan ben ik te veel ondernemer. Dan ben ik al heel het jaar geweest, dan kan ik het beter zelf blijven doen. Ja. Nou, dat is ook het goede van wat je zelf moet weten, van waar liggen je eigen behoeftes en waar ligt je eigen risico wat je wil nemen. Ja. En wat is het risico van je earn-out nog? Ja. En ik heb echt de earn-out, heb ik uiteindelijk in een tweestrapsraket gedaan. Dus ik heb een earn-out die ik zelf in control ben en zelf kan realiseren. Ja. Zodat ik een soort overgang heb van, nou, ik heb iets verkocht. Ik vind zelf dat ik ook moet laten zien van dat ik dat eerste stuk gewoon goed kan doen. Er zit een actieve rol van jou. Actieve rol in. Ja. En dat is ook waarom ik me voor 2 jaar nog ook heb gecommit. Okay. Ik ben in dienst. Dus je vroeg net van of ik in dienst.
Dit is voor de tweede. Van salaris. Ja, ik heb een eigen. Je gaat pensioen opbouwen. Ja, ja. Nou ja, je hebt aardig pensioentje nu opgebouwd. Zeg maar. Ja, ja, precies. Maar ja. Ik heb in ieder geval een loonstrookje krijgen. Geweldig. Ja. Zonder hem zelf hoeft te maken. Ja, precies. Ja. En de derde stuk is eigenlijk een gezamenlijk belang wat op meer langere termijn is. Ja, ja. En daar ben ik iets minder in control. Maar heb ik wel een hele goede constructie voor kunnen vinden. Okay. Om wel die drive samen te houden. Ja. Van, om te zorgen. Want ik ga natuurlijk samenwerken met een aantal andere mensen. Mm-hmm. En we kunnen dat gezamenlijk doen. Dus we hebben gezamenlijk dezelfde drive. Dus het is niet hij tegen mij of zo. Van nee, ja. Echt. En dat vond ik ook heel prettig dat dat in de deal verweven uiteindelijk is. En de komende 2 jaar ben je, wat is er dan, product owner of zo van jouw stuk, van Brikker? Ja, ook een beetje van hun andere producten. Okay. Want we moeten natuurlijk kijken of efficiënt kunnen gaan werken. Ja. Dubbele producten houden op termijn is ook niet echt handig. Maar die zullen we niet alle minuut wegmigreren, want er zitten natuurlijk ook gewoon klanten op. Ja. Maar we gaan nu wel kijken, kunnen we dingen efficiënt doen? Ja. Kunnen we koppelingen maken? Kunnen we data uitwisselen? Ja. Nou, en we wel zeiden, we hebben gezamenlijke klanten. Ja, de klanten vinden het natuurlijk niks zo vervelend van als we dubbele data moeten doen. Dus nu is dat in één keer allemaal mogelijk geworden om data te ontsluiten met elkaar. Dus dat is ook het leuke eraan, om dat te doen. Ja. Ben je nou een vermogend man? Ik kan er in ieder geval wel van leven nu. Ja. Van, wat doet dat met jou? Is dat een dag kicken of is het heel erg belangrijk? Of heb je geks gedaan? Nee, ook nog geen gekke auto gekocht of zo met een open. Nee, ik moet dat nog even laten inzinken, denk ik, van wat is. Maar ik ben ook nooit zo heel erg daarmee bewust mee bezig geweest dat ik per se geld moest verdienen. Ik vond het altijd belangrijk om te doen wat ik leuk vond. Mm-hmm. En dat ik daar uiteindelijk geld mee kan verdienen, is eigenlijk heel mijn leven al wel gelukt. Ik heb nog nooit zonder geld gezeten. Nee, dat lukt hem altijd wel. Dus daar ben ik dan de onderneming voor van, dat lukt wel. Maar wat ik al zeg, om echt veel geld te verdienen, dan is het wel van een ander kaliber, denk ik. Dat is me nooit zelfstandig gelukt. Ook omdat ik denk, van daar heb je gewoon meer geld en cash voor nodig. Ja. Wat zeker in de IT ook niet altijd zeg maar makkelijk te dingen. Wel echt in Amerika in Silicon Valley of zo. Nou, wat dat betreft heb je nu wel goed gedaan dat je eigen pareltje wel, dat je het wel verkocht hebt. Ja, en ook wat wel gebleken is dat dat wel dus kwam omdat we dus Brikker al zo ver gebouwd hadden. Dus, dus uiteindelijk is die investering die ik heb gedaan. Ja, waar je net om vroeg, van ik heb alles zelf geïnvesteerd. Dat heeft zich wel uitbetaald. Ja. En als dat er niet was geweest, had ik dan ook mijn bedrijf kunnen verkopen. Geen idee, maar op een iets andere manier. Maar het feit dat Brikker door mijzelf geïnvesteerd is en al zover was, dat is wel, heeft er wel door bijgedragen om deze deal te kunnen sluiten. En hoe ziet de toekomst van je vrouw en je zoon eruit nu? Rens is natuurlijk gewoon meegenomen, want die is ook gewoon. Die hadden we overigens al 2 jaar geleden al 10% van de aandelen. Via familierecht en verkoop gedaan. Maar die was ook gewoon nog in dienst. Mm-hmm. Dus die gaat nu gewoon daar ook verder. Okay. En die zal daar ook steeds een belangrijke rol krijgen. Zeker omdat hij ook heel veel weet van hoe je... hij heeft innovatie gedaan, hoe je moet zorgen dat je dus deze nieuwe technieken en nieuwe dingen, hoe ga je dat nou ook vermarkten? Juist als een SaaS-product. Ja. En dat is heel anders dan dat ik 20 jaar geleden heb gedaan. Dat was meer van, we beginnen gewoon en we zien wel wat je... Nou, dat kan niet meer. En dat realiseerde ik me ook heel groot. Mm-hmm. Goed, van dat ik ook vind dat dan ook in IT de jeugd weer ook echt die nieuwe stappen moet gaan doen. En ook die verantwoording moet gaan nemen om te zorgen dat het een stap verder gaat. Dat is ook een natuurlijk proces. En je vrouw? Ja, dat doen we nog een heel klein beetje. Want ik zei al, van wij maakten nog brochures. Ja. En we hebben nog een heel klein stukje bedrijf, hadden we altijd nog achter de hand, waarin we dus nog geautomatiseerd brochures maken voor makelaars. En dat doet al die tijd mijn vrouw altijd. Oh, ja. En daar kan ze haar creativiteit nog kwijt. Want zij heeft natuurlijk ook een kunstacademie gedaan. Ja. En zij kan nog steeds daar een beetje haar creativiteit kwam van wat voor foto komt er op de voorkant en welke kleuren moeten we kiezen. En daar helpt ze eigenlijk die makelaars nog steeds mee. Ja. Belangrijkste reden om een No Monkey Business, even zonder dat we er nou een reclamefilm voor moeten maken hoor, maar wat is de belangrijkste reden voor andere ondernemers om te zeggen, joh, en of het nou een No Monkey Business is, of het is in ieder geval een specialist die je in zo'n traject begeleidt. Wat is daar de belangrijkste reden van om dat te doen? Nou, omdat ik denk van dat je niet alles zelf weet. En je moet al zoveel als ondernemer, ben je overal verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En in dit soort trajecten komen er toch wel heel veel dingen bij elkaar. En je moet met die advocaten praten en je moet je contract en je data omrichten. Al die dingen moet je allemaal doen. En dan is het toch wel handig als je een soort guideline hebt. En dan niet eentje op papier, maar gewoon als mens. Ja. En dat is gewoon belangrijk dat je een vertrouwenspersoon hebt. Ja. Je zei ook al van met het personeel. Dus
Ik heb Martijn wel in 2019 bij mijn mensen geïntroduceerd. En die speelde dus ook voor hun als vertrouwenspersoon een rol. Ja. Om te zeggen, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij nou met zijn bedrijf doen? En hoezo moet het Brikker gaan heten? En waarom niet meer Cubicize? Nou, en dan is het toch handig als je iemand hebt die ook als een autoriteit en een professioneel iemand wordt gezien. Die ook naar mij toe, van dat ik het ook professioneel aanpak. Ja, precies. En niet maar een beetje op de hobby en zelf dingen, het wiel op uit te vinden. Tenminste, dat is in ieder geval zoals ik het zie, van je moet jezelf dan ook wel als een professional gedragen. Ja. En ook professionals dus dan ook. Ja, het is een vak. Het is echt een vak. Ja. 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 Ik wens je heel veel plezier de komende 20 jaar dat je nog gaat ondernemen. Of nou ja, weet ik veel. Ja, dat kan nog langer. Een flink aantal. En ga je nog een beetje kunst maken daarnaast? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben er ook al een beetje stiekem mee begonnen. In de tijd dat ik dus Brikker aan het doen, moest ik dus ook veel in de coronatijd veel offline of veel online eigenlijk met iedereen. Ja. En ik ben al dingen begonnen. Okay. En Martijn is eigenlijk de eerste die bij de laatste afscheid wat we deden van gefeliciteerd, heeft hij van mij al een schilderij gekregen. Kijk eens aan. Ja. Kijk eens aan. Dus binnenkort te bewonderen in de galeries in Nederland en daarbuiten. Ja, wie weet. Christian, leuk dat je mijn gast was. En heel veel plezier de komende jaren. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Graag gedaan. En dank voor het kijken naar weer een mooi ondernemersgesprek over het verkopen van je bedrijf in de serie die ik maak met No Monkey Business. Heb je geluisterd naar de podcast trouwens? Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Hoi. We'll be right back.